Hallo, mijn naam is Iqbal van Soeboel. Wat wij vandaag gaan bereiden is een groentegerecht genaamd Orak Arik. En wat wij daarvoor nodig hebben is prei, winterpeen, rode paprika, stuk spitskool, knoflook en uien. Vervolgens hebben wij hier suiker, maïs, boontjes, witte peper, aromat, visolie en sesamolie. Wat wij nu dus gaan doen is eerst beginnen met de prei. Dat gaan we eerst snijden. Ik zal je laten zien hoe het meteen moet. Oké. Yes. Even een bakje hier neer. Pak een stuk prei. Zoals u hier ziet, ziet u de achterkant. Die moeten wij niet hebben in het eten natuurlijk. Dus die snijden we eraf. Dit doen we dus even in een bakje. Zo. Hier komt de winterpeen. En nu de rode paprika. Iedereen heeft zijn eigen manier van een paprika snijden. Mijn manier is, ik trek de groene ervan af. Ja, deze gaat moeilijk in dit geval, maakt niet uit. Snij eerst de achterkant eraf. Oké. Die kunnen we nog gebruiken. En hier heb je dus, ja, de pitjes wat hier binnen zit. Die pak ik in één keer, pak ik die eruit. Leg ik even opzij. Zoals u kunt zien zitten hier nog pitjes. Wat ik eigenlijk doe is zo naar beneden schudden. Dat alle pitjes weg zijn. Oké, en dan nu gaan we ervoor zorgen dat die kleine reepjes krijgt. En dat doen we dus zo. En dit stuk. Groene kan je eraf duwen. Oops. Dit stuk kan je ook nog gebruiken. De buitenkant is ook heel erg zonde. Dus die snijden we ook eraf. Zo. That's it. En die witte stukjes gooi je weg. Pakken we een bakje voor de rode paprika. Oké. Zo. Ten slotte, als laatst spitskool. Oké, nu gaan we beginnen om te gaan wokken. De prei en de spitskool zijn gewassen. Okay. Zoals je ziet zit hier een beetje olie. Doe het altijd een beetje op gevoel, niet te veel, niet te weinig. Vooral niet te veel als er sesamolie wordt gebruikt, want die is van zichzelf al vettig, zeg maar. Oké, okay. Yes. Gaan we beginnen. We beginnen met de uien. Knoflook erin, een beetje roeren. Het belangrijkste is dat hij goudbruin wordt. Dus hij moet wel, de aroma's moeten eruit komen en moet ervoor zorgen dat het niet doorgebakken is. Olie iets lager. Vervolgens doen we eerst de wortel erin, de winterpeen. Yes. Omdat de winterpeen heeft helemaal geen smaak. Het is moeilijk dat de smaak intrekt, zeg maar. Doen we die. Vervolgens doe ik een klein beetje bouillon zodat het intrekt bij de winterpeen. Okay. Vervolgens gooien we de boontjes erin. Hetzelfde verhaal met de boontjes. Het heeft ook echt tijd nodig om in te trekken. Okay. Vervolgens
Nice. Vervolgens komt een prei. Even doorwokken. Dan spitskool. En tenslotte paprika. Yes. Zo. Wat suiker. Wat bouillon. Klein beetje witte peper. Wat visolie. En wat sesamolie. Beetje doorwokken. Nu is het klaar om te serveren. Pak ik even een bord erbij. Yes. Ik persoonlijk vind orak arik lekker met rijstsoorten. Niet met bami, anders wordt het soort soepgroente zeg maar, erbij, vind ik, mijn mening. Het lekkerste met rijstsoorten dus. En vooral in de zomerperiode, omdat het toch wat fris is. Okay. Dit is dus orak arik. Persoonlijk vind ik het lekker met witte rijst of gebakken rijst. That's it.